Het kan dit weekend wel eens druk worden op het natuurijs, maar iedereen is vooralsnog welkom. Rondom Flevoland zijn verschillende plassen afgesloten vanwege de drukte, maar dat is hier vooralsnog niet aan de orde. Bij de Oostvaardersplassen staat verslaggever Marvin Hop. Marvin, veel schaatsers rondom jou. Was het vanmiddag ook al zo druk op de Oostvaardersplassen? Ja, best wel. En ik zou het vooral willen omschrijven als gezellig druk. Het is nog niet te druk. En ik heb ook vanmiddag aan het Staatsbosbeheer en aan de gemeente Lelystad gevraagd van, hè, houden jullie dat in de gaten als het te druk wordt? Nou, dat doen ze. Ze zijn fysiek aanwezig en ook op afstand. En wat hebben ze nou alvast gedaan? Ze hebben alvast preventief hekken geplaatst. Die staan aan de zijkant van de weg, dat mocht het komend weekend te druk worden, dat ze heel snel wegen af kunnen sluiten. En ook staan er op verschillende plekken matrixborden. En daarop staat informatie van, goh, je kan of komen of jongens, het is te druk, kom vooral niet. Nou ja, en vanmiddag was het in ieder geval gewoon gezellig druk. Deze mensen waagden zich vanmiddag op de Keersluisplas. Maar om daar te komen moest hier de auto geparkeerd worden. Kon u een beetje hierheen komen met de auto? Ja, geen enkel probleem. Kon u hem ook makkelijk kwijt? Ja, ook dat nog. Ja. Ik hou het heel erg van schaatsen. Hè? Tenminste, wij houden allemaal heel erg van schaatsen. Maar ook niet van eindeloze druktes. Alleen op de wegen al niet. En op het ijs liever ook niet. En wij komen uit de buurt van Utrecht. Hè? En daar is Ankeveen en gisteren waar we hebben Molenpol. Dat was allemaal super druk al. Ja, stond het verkeer al vast. Dus dat wordt alleen maar erger. Ja, het gebied is zo groot. Het verspreidt zich zo snel. Nee, dat is geen enkel probleem. Ja, dat is ieder jaar. Ik wil ieder jaar schaatsen en dat kan niet. Ja, op de ijsbaan, de kunstijsbaan. En nu het kan, ja, het is geweldig. Kon u hier een beetje makkelijk komen? Ja. Ja, geen last makkelijk. Van verkeer, drukte. Nee, helemaal niet. Nee. Met zoveel maar binnen doorgereden en het ging eigenlijk fluitend. Waar bent u het meest bang voor qua drukte? Op het ijs, dat het te druk wordt. Dus we gaan kijken en als het te druk is, gaan we een stuk wandelen. Ja, ja. Maar zin heeft u er in ieder geval wel in met zeker z'n allen. Zeker weten, ja. Ja, zeker. Ja, voor hulpdiensten is het vooral belangrijk dat de wegen toegankelijk blijven. Stel je voor, je bent hier lekker aan het schaatsen en je valt heel ongelukkig en je breekt toch een arm of een been. Ja, dan wil je gewoon dat de ambulance kan komen. Dus ja, daarom wordt er ook vooral een appel gedaan op bezoekers, inwoners van, hè, hou die wegen nou gewoon vrij. En qua mensen, ja, dat is weer een iets ander verhaal. Want een woordvoerster van de gemeente Lelystad die zegt ook, ja, weet je, er kunnen wel 50.000 man hier schaatsen op de Oostvaardersplassen, zolang je maar die anderhalve meter afstand houdt. Ja, het is ook de vraag of je dat leuk of gezellig vindt tussen 50.000 andere mensen om te schaatsen. Ja, kortom, samengevat, Marvin. We zijn dus van harte welkom, zolang we de auto maar fatsoenlijk parkeren en in ieder geval die anderhalve meter afstand houden. Ja, afstand houden, zet je auto goed weg en let op die matrixborden. En als de wegen zijn afgesloten, nou, dat is dat eenmaal zo. Zoek dan een ander plekje. Ja, en zolang het nog kan, geniet nog vooral van het lekkere weer. Gaan we zeker doen. En jij ook, Marvin, natuurlijk. Dankjewel, Marvin Hop.